Beste kijker, het is 5 december en ik wil laten zien dat er geld te verdienen valt met defensieve aandelen. Wij hebben beperkte investering nodig om mooi rendementen te behalen op de beurs. Zodra ik er meer ruimte voor heb, zal ik deze constructies opnemen in mijn DeGiro account. Laten we beginnen met aandeel Unilever. Wij zien momenteel een bodem op 43 euro. De koers is opwaarts gericht en weerstand op 45 euro. Behoudende belegger kan het aandeel nu kopen en een call juni 45 verkopen voor de premie van 184 euro. Als aandelenbelegger krijgt men per kwartaal dividend van 42 euro, tot juni dus 84 euro dividendinkomsten en de call optie samen 268 euro in totaal. Ik heb momenteel niet de kapitaal tot mijn beschikking om aandelen te kopen, maar wat ik wel kan doen is kool juni 40 kopen voor 534 euro en de kool 44 af 45 verkopen om mijn risico te verlagen. Deze kool opties 44 of 45 hebben voornamelijk tijdswaarde, dat is waar ik op uit ben. Wat ik hier doe is mijn risico verlagen en profiteren van zijwaarts of lagere koersbeweging van het aandeel in de toekomst. Als we call spread van 40 en 44 opzetten, is de totale investering is 294 euro en maximale winst is dan 106 euro, komt uit op een rendement van 36%. Als we call spread van 40 en 45 opzetten, is de totale investering 350 euro en maximale winst is dan 150 euro, komt uit op een rendement van 43%. Persoonlijk zou ik voor de eerste spread gaan omdat we wellicht in voorjaar dalingen kunnen verwachten, daar zou ik met de call van 44 meer profijt aan hebben dan 45 call. Heeft u vragen, opmerkingen plaatsen onder deze video en graag abonneren op mijn kanaal voor meer educatieve video's.